LVV-minister Rabin Permisser weerspreekt de beschuldigingen over seksueel molest jegens zijn secretaresse. In de afgelopen dagen deden berichten de ronde al zou de minister zich hebben vergrepen aan zijn naaste medewerker. Na de berichtgeving hiervan is ook gezegd dat de voorlichtingsafdeling van LVV de Facebookgebruiker Fabian Hogeman bedreigd heeft om publicaties over het gebeuren op zijn Facebookpagina te verwijderen. De minister zegt echter dat het niet gaat om een bedreiging. En mama kent een heel verhaal daarvan. Ik zeg u één ding. Hebt u mij zien ergeren daarover? We hebben gewoon rustig dat bericht naar buiten gebracht. Allerlei verhalen. Ik heb begrepen, een medewerker heeft iemand gebeld. Van meneer, u bent fout toch? En er wordt een heel ander verhaal gemaakt alsof de persoon bedreigd is. Mogen we niet aan de mensen zeggen dat u fout bezig bent, zonder te verifiëren, dingen zegt. Dat gebeurt in dit land. Wie let daarop? Wie let op mijn imago? Wie let op de imago van die dame ook? Want dat vergeten we. Want wat daar gebeurt, is met mijn imago. Maar wat gebeurt er met de imago van die dame? Dat hebben we gisteren ook gesproken. Wij zijn er om ook haar te beschermen. Laten we goed vaststellen. Dus ik heb een goede communicatie. Ik heb vanmorgen mijn secretariaat gebeld. Ik zou vandaag met haar praten ook. Van hoe gaat dat? Want ik heb beloofd dat ik haar niet in de steek laat. In die zin van, ze heeft ook begeleiding nodig. Wat er met haar als dame gebeurt qua al die insinuaties is ook niet fijn. Maar het is politieke tijd. En ik zeg, het is pagaratijd. Het is bakroejoro. Maar ook wat dat betreft moet je fatsoensnormen in acht nemen. Dit doe je niet ongenuanceerd met mensen. Volgens minister Permisser kan zoiets iedereen overkomen. Hij meent dat in de politiek mensen niet over lijken moeten gaan om hun doel te bereiken. Het is vandaag mij overkomen. Het overkomt die dame. Kan morgen u overkomen. Waarbij mensen ongenuanceerde berichten brengen. Wat gebeurt met u? Wat gebeurt met uw naasten die u lief hebt? Uw vrouw, uw kinderen en allemaal, uw moeder, die allemaal worden meegesleurd. In de politiek hebben we ook kritiek. We moeten niet over lijken gaan. Dat is wat ik wil zeggen. En ten overvloede, men kent me. Ik ga me niet laten weerhouden en storen van het pad van ontwikkeling waar ik mijn bijdrage aan lever. Minister Rabin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij benadrukt dat in dergelijke gevallen er rekening gehouden moet worden met het imago van alle betrokkenen.